welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 75 kills hier op Call of Duty Advanced Warfare. We spelen vandaag een hardpoint potje op Map Skies en we gaan natuurlijk weer kijken of wij die 75 kills in één potje kunnen halen. We hebben de 71 kills al gehaald, 73 kills al gehaald, 69 kills al gehaald, 68 kills gehaald, maar de 75 nog niet. Dus vind ik deze video leuk. Ram natuurlijk zo'n kaart op een like op als wij de 1250 duimpjes omhoog kunnen halen. Zou ik dat super vet vinden. Dus klik hem keyhard in. En die gaan we ook keyhard knallen, jongen. Hoop ik. Ik heb 4 scoresticks aanstaan. Als we die allemaal kunnen halen, dan is het mooi. Oh my god. Allemaal granaatjes. Ik ben getagd op de map. Shit. Daar hou ik niet zo van, enemies. Hij weet nu dat ik hier aangekomen. Lekker teammate. Lekkere kill, jongen. Woe. Ah, oh shit, die hardpoint sensor zit ervoor, man. Het is leuk zo'n hardpoint sensor, alleen hij blokkeert wel mijn hele scherm. Auw, jezus. Hij blokkeert wel mijn hele scherm. Oké, okay, oplet, jongens. Waarom? De enemies hebben 100.000 granaten aanstaan. En daar ben ik niet zo blij mee als ik eerlijk ben. Ze schieten echt die hele hardpoint vol met granaten alle kanten op. Dus we moeten dat even in de gaten houden, want... Kijk, 1 granaat op je kop, dan kan je overleven. 2 granaten op je kop, dat kan je op zich ook nog wel overleven, maar 4 granaten of meer, dat gaat niet zo makkelijk om te overleven. Maar het punt is, wat wij moeten halen natuurlijk, zoals jullie al weten, is en zijn onze streaks. Als we onze streaks kunnen halen, dan hebben we al een heel groot... pluspunt hierbij zitten. Ik wist niet waar ze zaten, daarom zat ik even te campen. Als ik weet waar de enemies zitten, dan kan ik ze makkelijk killen. Alleen soms heb je van die momenten dat je niet weet waar ze zijn. Oh, fuck jongen, ik zat te springen als een bezetene. Alleen ik kreeg die kills niet, jongen. En ik wou de punten van de hardpoint hebben, maar dat lukt ook niet. Dat lukt ook niet. Zie je weer allemaal van die granaten, zie je? Hoeveel hebben ze er? 100.000. Ik heb weer die punten van die hardpoint niet. Ik probeer die punten van die hardpoint te pakken om het te capturen. Alleen dat... Oh my god, er zitten 100.000 mensen naast me. Alleen dat lukt me niet, man. Ik ben nu bijna dood. Ze komen hier met z'n 3 aan. Misschien meer. Even die vieze spot hier ook. Ah, teammate. Maar laat mij nou die punten pakken, alsjeblieft. Ik heb mijn assault drone al. Roep dat ding maar meteen... Oh, ik kan hem niet inroepen. Roep dat ding maar meteen in. Teammate, dat is mijn assault drone, maat. Oh. Ik mag niet dood. 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 Oké, nice. Ik heb allemaal streaks. Dat was de bedoeling. Maakt niet uit. Ik heb allemaal streaks, man. Fucking nice. Let's go. Woo. Let's go, zo doen we dat. Oké, Paladin. Kan de lucht in. Paladin kunnen we mee gaan killen. Dit was de bedoeling, dat ik allemaal streaks kreeg. Er zit alleen allemaal shit hier voor me in mijn beeld. Wat de fuck zijn dat voor klote dingen? Heb ik eindelijk een paladin en dan kan ik er bijna niks meer killen omdat al die shit in mijn beeld zit. Opzouten. Ik schiet nog gewoon rechtstreeks op die hardpoint door dat ding. Jij gaat er ook nog even aan, kom maar. Hij durft niet naar buiten te gaan, man. Ja, nu. Ik heb hem. Dank je. Ik heb een slide of hand ontstaan als het goed is op mijn paladin, dus... Nice, let's go. Dat is een triple kill. Lekker. Waar spannen ze? Ze hebben allemaal blindheid, dus kan je ze niet zien op de map. Maar als je goed oplet, dan kan je alsnog natuurlijk wel die kills krijgen. Ik heb nog 10 seconden in nu. Ik zit op de hardpoint. Ik weet niet of ze daar kan raken, nee. Beetje een verneukte paladin als ik eerlijk ben. Ja, dit is dus kut, hè. Als ze allemaal binnen gaan zitten. Ze hadden allemaal blindheid, ze zaten allemaal binnen, dus ik kon ze allemaal niet zien. Dat is nou echt gewoon jammer. Ik ga mijn Warbird ook nog niet inroepen, want ik weet dat ik dan sowieso die hele Warbird ook verspil, zeg maar. En hier zit nog een enemy. Oké, dat dacht ik. Ik weet niet waar die is. Nou ja. Het zal wel. Teammates, misschien is het handig, hè. Klein tipje. Om naar die fucking hardpoint toe te gaan, joh, mongols. Maar een heel klein puntje, hoor. Weet je, niks aan de hand, joh. Helemaal niks aan de hand, joh. Die hardpoint is nu al afgelopen, dus jullie zijn allemaal te laat. Ik ga mijn bom hier neerroepen. Enemies zijn dan weer bij de nieuwe, man. Mijn teammates die doen het bijna. Nou, mijn teammates, jongen. Lalalalalala. Zitten allemaal op die hardpoint, die enemies. Mijn bom hier gaat niks. 1 killetje.
De bommering die kan niks doen, want ze zitten allemaal daarbinnen. Mijn teammates die hebben geen flauw idee dat ze hardpoint aan het spelen zijn volgens mij. Want niemand van mijn team is naar die objective toe gelopen. Ja, ik zag je, kutzooi. Ik ben de enige die er naartoe gaat, man. De enemies gaan nu ook heel snel dit potje winnen. Niemand gaat naar die hardpoint toe. Volgens mij denken ze dat ze Team Deathmatch of zo spelen, lijkt het op. Oh, die tweede kill had ik ook moeten hebben. Aan de kant, motherfuckers. Ja, ga lekker in je Goliath zitten. Moet je wel schieten als je in dat ding zit. Die vent zit in zijn Goliath. Die lekker daar te staan en hij schiet helemaal niet op die enemy. Boom, die granaat is verdwenen. Chill. Ik even hier wachten, want ze komen er met nog meer aan. Als het goed is, komt hij zo meteen boosted dat hoekje om. Komt hij zo boostend hier naar binnen, let op. Of hij is naar boven gegaan. Of mijn teammate heeft hem. Oh, missile strike. Ik ben naar binnen als ik het overleef. Dankjewel. Oh, yo. Ik weet niet meer waar ze nu zitten, man. Die missile strike komt eraan, dus ik blijf heel veel hier binnen. Er komt nog een missile strike aan. Oké, dat was het. Is er een boven? Waar de fuck ben je nou? Wow, triple kill. Ah, fuck, daar was die. Teammate had een triple kill, jongen. Waarom krijgt hij nou wel weer een fucking triple kill met al zijn streaks? En nog zelfs een simpele streak ook. 10 kogels, meer dan genoeg. Nee, er zit er nog één. Dank je, teammate. En weer nak je mijn fucking punten. Dikke dildo die je bent. Fucking hell. Ik krijg de hele die hardpoint punten niet, man. Mijn teammate zit alles fucking van me te nakken, jongen. Ik heb volgens mij nog geen enkele capture. Terwijl ik het wel de hele tijd probeer, jongen. Dat zijn 200 punten namelijk die je daar kan pakken. Maar als je teammates alles pakt, dan gaat dat je natuurlijk ook niet lukken. Om die 200 punten te pakken. Oh, hoe wist je dat ik daar stond, jongen? Ik zat nog wel op te letten. Want hij kan me daar niet zien, maar hij zag me wel, blijkbaar. Oh, die granaat, jongen. What the fuck? Dat was een random granaat, hè? Die schiet hij gewoon naar die hardpoint toe. En hij kilt me er wel van bijna mee. Oh, hij zit er gewoon binnen, of niet? Oh, nee, ah, hij ging er naar binnen. Er loopt er hier nog één, links. Hier links. Ik heb echt hulp nodig van mijn teammates. Alleen, die krijg ik niet, man. Enemy UAV online. Hardpoint contested. Ah, oh, kakkie, de mannen, kakkie. Ik haal mijn streaks niet meer, man. Ik maak wel allemaal kills en alles. Alleen, oh, ik ben alweer dood. Fucking hell, ik heb mijn teammates nodig. Maar mijn teammates die zijn er niet. Ik heb volgens mij gewoon geen team, lijkt het wel, joh. Ga naar de hardpoint toe, want anders hebben we verloren en is het potje afgelopen. Ah, oh, kom aan, ouwe. Ik probeerde zo hard mogelijk in te rennen, want als die enemies op de hardpoint zitten, krijgen ze allemaal punten. Is dat potje gewoon zo meteen afgelopen. Alleen, mijn teammates snappen dat niet, man. Jongens, echt waar. Help me nou dan. Ik kan hier niet meer uit. Ik zit nu gewoon vast hier. Ja, dat dacht ik al. Oh, we spelen wel 6 tegen hier. Ik zit gewoon naar het scorebord te kijken of we wel 6 tegen 6 spelen, joh. Zo, ga niet dood, joh. Kom aan. Alles zit nu met me tegen, man. Alles gaat gewoon fout. Ah, oh, fuck, die zit er beneden. Kut. Ik zag hem te laat op mijn map, jongen. Nu ben ik helemaal aan de andere kant van de map gespannen. Ah, dit gaat niet goed, man. Ik heb mijn streaks nog een keer nodig, maar we hebben nog maar 1 minuut op de klok staan. Dus dit gaat hem sowieso niet worden. Plus de enemies hebben de hardpoint, dus het potje sowieso ook... op deze hardpoint waarschijnlijk al afgelopen. Nee. Scheid game. Fucking scheid game. Ik had mijn teammates nodig, maar die heb ik helemaal niet gehad, gewoon. Oh hier, ik kan punten halen van de hardpoint. Oh nee, niet. Ik ben al helemaal... Oh, never mind. Ik ben er weer te laat. Enemy UAV online. Oh, dan ben ik er en dan zitten er allemaal enemies al, jongen.
Oh, weer heb je mijn punten genakt! Je hebt gewoon weer mijn punten genakt! Vieze, vieze, vieze lul. Oh nee, nu ben ik dood. Wow, yo. Ja, thanks. Oké, we hebben verloren. Hij nakte weer mijn fucking 200 punten. Dat zijn de punten die ik nodig heb. Dat is een chill aan hardpoint. Als je op die hardpoint gaat staan, krijg je 200 punten. Weet je hoeveel dat is? Dat zijn twee kills die je gewoon niet meer hoeft te maken. Alleen volgens mij heb ik geen enkele capture. Ik heb er 4. Hoe de fuck kunnen mijn teammates ook maar 4 in totaal hebben? Weet je hoeveel punten er van me zijn gestolen? Allemaal. Ik heb maar 51 kills. Scheidgame eerste klas. Kutpotje. Ik heb mijn best gedaan, maar... Ja, blijkbaar speelden we ook op een gegeven moment 3 tegen 6 zie ik nu. Want ik heb 3 nieuwe teammates gekregen. Maar, weet je... het ging niet goed. Het ging niet goed. De enemies hebben gewonnen met punten. Dus de enemy staat ook de hele tijd op de hardpoint. Alleen moet juist omgedraaid worden. Ik heb die 200 punten nodig van de hardpoint. Dan kan ik mijn streaks halen. Ik heb mijn streaks nodig die ook kills maken. Niet dat ze allemaal binnen gaan zitten en blind eye gebruiken. Want dan zie ik ze niet. En, ik moet gewoon vaker mijn streaks halen. Dan kan ik die serie makkelijk voltooien. Alleen dan hebben we een beetje geluk nodig. Een beetje skill nodig. En alles gecombineerd. Voltooien bij deze serie, maar vandaag zat het niet mee. Alsnog wel 51 kills, alsnog wel een mooi potje natuurlijk gespeeld, maar niet hetgene wat wij willen. Dus mensen, bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Als je nou hebt genoten, ram natuurlijk zo'n kaart op liken of deel mijn norm. En hoop ik jullie ook allemaal te gaan zien bij de volgende aflevering of bij een andere video. Dus tot de volgende keer maar, mensen. Bye.